Breda Nu. De nieuwe stichting Breda Game City wil de game-industrie in Breda stimuleren, omdat er volgens hen nog veel onbenutte kansen liggen in Breda. De organisatie werkt samen met de gemeente en game design studenten van de BUAS. De stichting heeft als doel om Breda en de zuidelijke Nederlandse regio zowel nationaal als internationaal op de kaart te zetten. We zijn eigenlijk met een aantal gamebedrijven en servicebedrijven bij elkaar gekomen en we hebben gezegd van we moeten eigenlijk de game-industrie in Breda een stukje erbovenop helpen. Die moet beter worden. Dus zijn we gaan kijken van kunnen we misschien met wat support van de gemeente kijken of we meer game-studenten in Breda kunnen houden of we meer gamebedrijven kunnen krijgen en of we de bestaande bedrijven eigenlijk kunnen stimuleren. Ja, we willen eigenlijk een stukje mentoring bieden, dus dat je goed contact houdt met de studenten en zegt van hier liggen kansen of dat we ze verbinden met partners die wij al kennen, hè, uitgevers of investeerders. En anderzijds zorgen dat we ook events en dat soort dingen in Breda kunnen organiseren, waar ze dus veel kennis kunnen opdoen, waar ze zelf kunnen netwerken en dat soort dingen. Er zijn heel veel landelijke events die nu natuurlijk in deze tijd helemaal niet hebben plaatsgevonden, maar anderzijds ook graag terug zouden willen komen en bijvoorbeeld naar Breda zouden kunnen komen. Dus we proberen eigenlijk met het budget ook die dingen hierheen te halen. Ik denk dat het sowieso een hele goede mogelijkheid zou zijn. Ik ken heel veel mensen die natuurlijk hun eigen bedrijfje en gamestudio's proberen op te zetten. En ik denk een community te creëren waar iedereen wat makkelijker met elkaar in contact komt, kan zeker van hulp zijn. Ik denk toch dat een community natuurlijk een hele grote rol daarin speelt. Op het moment dat je iets wil beginnen, dat er een makkelijke stap is om te zetten, om contacten te krijgen, om informatie op te vragen, voornamelijk voor de starters. Hè. Iedereen is altijd aan het googlen en aan het zoeken van wat moet ik nou doen om hier een beetje mee mijn weg in te kunnen vinden. Maar op het moment dat je een community creëert waar je weet van oké, hier kan ik terecht, wordt het een stuk makkelijker. Ja, Breda heeft sowieso in Nederland eigenlijk de enige echte AAA-opleiding, zoals het heet. Dus voor de hele grote studio's en technieken word je daar opgeleid. En dat is kennis die je gewoon echt nergens anders in Nederland kunt vinden. En het is een van de beste opleidingen in de wereld. Wordt elk jaar goed aangeschreven. Dus het is doodzonde dat die mensen eigenlijk tot de grote studio's elders in Europa en ook in Nederland worden weggehaald. In plaats van dat we ze hier in Breda halen en de studio's laten beginnen of bij studio's in Breda laten aansluiten. Dus ik denk dat Breda vooral die opleiding is een grote troef. Ja, het lastigste is altijd een beetje de financiële kant. Dus zorgen dat je genoeg financiën hebt om je project op te kunnen zetten. En vooral in games. Projecten zijn vaak 2, 3, 4 jaar. Onze eerste game was ook 4 jaar. Dat is natuurlijk veel geld gaat erin om. En hoe kom je nou aan dat geld als je als student begint? En dan moet je vaak bij investeerders of bij uitgevers gaan zoeken. En dat hebben we eigenlijk grotendeels zelf moeten uitzoeken. En dat is op zich niet erg. Alleen we hebben nu zoiets van, nou laten we die kennis ook delen. En alle bestaande gamebedrijven kunnen nu de nieuwe studenten, de aankomende afstudeerders, kunnen ze helpen om die stap wat sneller te maken. Ik denk dat Breda Game City daar zeker bij kan helpen. Ik heb gelezen dat ze vooral ook studio's zoeken om die naar Breda te trekken, zodat studenten een goede en AAA werkplek hebben waarin ze kunnen groeien, dingen kunnen leren en ook aan de grotere kansen kunnen beginnen. Dan zou je daar zeker studenten mee trekken die niet zo snel naar het buitenland willen of twijfelen. Ja, het is een kwestie van bij de grote studio's die misschien een nieuwe kleine dependance willen opzetten. Om aan te geven van, hey, kom naar Breda, we hebben hier hele goede studenten. We hebben al een aantal hele goede game studio's. Kom erbij, we organiseren events, we hebben support van de overheid. Het zijn allemaal belangrijke signalen die je aan een grote studio zou kunnen geven. Dus we kunnen Nederland echt op de kaart zetten, maar ook echt Breda op de kaart zetten. Als je die grote internationale studio's hierheen zou kunnen halen. Dus als je het hele ecosysteem groeit, dan heb je daar natuurlijk meer kans op. Breda Nu.